De kans is klein dat het Nationaal Historisch Museum naar het Groningen Forum komt. Het museum zegt op korte termijn niet uit te kijken naar een nieuwe behuizing en zal voorlopig vooral rondreizende tentoonstellingen gaan organiseren. Afgelopen vrijdag werd door het nieuwe kabinet de stekker uit de nieuwbouwplannen van het museum getrokken in Arnhem. Het Nationaal Historisch Museum heeft als doelstelling om een overzicht te bieden van onze Nederlandse geschiedenis. De gemeenteraadsfracties van de VVD en de SP deden de suggestie dat het museum een plek kan krijgen in het nog te bouwen Groningen Forum. Er is van de week een spoeddebat in de Tweede Kamer. Ik heb natuurlijk contact opgenomen met mijn partijgenoten en ze ook laten weten als zij het ook een goed idee vinden om dat verder te onderzoeken. Om te kijken of die 4 tot 6 miljoen die de staatssecretaris wel blijft beschikbaar blijft stellen, of dat gebruikt kan worden voor de invulling dan van dat Nationaal Historisch Museum in het Forum. Directeur van het Groningen Forum Bas van Kampen wijst het plan om het museum naar Groningen te halen niet af. Het is volgens hem alleen niet mogelijk om samen het nieuwe Forumgebouw te delen. Je kan nooit het concept Groningen Forum overeind laten en het concept uh, Historisch Museum overeind laten en dat dan samen in één gebouw uh, doen. Dan zou dat uh, A. met elkaar botsen, maar het gebouw zou ook minimaal 80% groter moeten worden. En ik heb het idee dat iedereen wel erover eens is dat het zo groot genoeg is.